Boer Bernice trok dit jaar iedereen en had meer dan 400 brieven. Maar het record van het programma is van Boer Tom uit 2014 met 1808 brieven. Deze gewone man is een van de 5 bekendste boeren, hoewel de vrouw die hij in de show vond, niet lang bij hem kon blijven. Maar toch liet hij een diepe indruk achter. De vraag is, wat is vandaag de dag de status van de eenvoudige boer? Met 1808 brieven waren de producenten van de show werkelijk in chaos. Dat enorme aantal hadden ze niet verwacht. De redactie heeft heel hard moeten werken om te vinden welke artikelen geschikt waren. Tom herinnert zich nog hoe groot die hoop was. Het programma kan niet zomaar alle brieven in een doos in de hoek van het kantoor stoppen, omdat de hoeveelheid te groot is. Die spullen moesten ze bij mij brengen met de bus die ze moesten huren. Gelukkig hield boer Tom het hoofd koel en had hij een echt team aan zijn zijde om de zaken op te lossen. We beginnen met kiezen op uiterlijk, het is een soort Tinder. Dan bedenk ik wie aantrekkelijk zou zijn in de kroeg of op straat, want uiteindelijk komt het op uiterlijk neer. De laatste stapel bevatte 120 handgeschreven brieven, die Tom allemaal had gelezen. Het is geen gemakkelijke taak. Het is moeilijk om te weten of een brief met liefde te maken heeft of niet. U zult vast heel veel zin hebben in zo'n brief. Na jarenlang stof verzamelen op zolder, besloot de boer de brieven te verbranden. Als ze in de prullenbak worden gegooid, kunnen die brieven per ongeluk bij iemand anders terechtkomen. Hij ontmoette zijn partner Marieke 3 dagen na de laatste aflevering van Boer zoekt vrouw, 2014. Zij was een vriendin van een van de vrienden die hem destijds hielpen bij het kiezen van de letters. Momenteel hebben de twee zelfs 2 kinderen. Ik heb hele sterke gevoelens over Marieke. Onze ontmoeting voelde zo puur. Hoe dan ook, het lijkt erop dat ze geluk hebben gevonden in dit programma. Gefeliciteerd met je gelukkige gezin. Có một trong những người đã giúp anh chọn những bức thư của tôi.